Julie, vorige week voorwaarts met 10 doelpunten verschil verloren. Vandaag een schitterende wedstrijd tegen Kwik. Het was een andere ploeg precies. Ja, we hebben vorige week eigenlijk een beetje een metalen tik gekregen. Deze week heel hard getraind, doorgesproken met de ploeg. En dan zie je het hier ook wel op het veld, dat er hier een heel andere ploeg op het veld staat. En dat we voor elkaar spelen, dat we een goede wedstrijd gewoon willen neerzetten. En dat is vandaag wel heel goed gelukt, denk ik. Wel twee doelpunten minder dan vorige week. Vorige week 4 tegen Borgerhout, vandaag 2 tegen Kwik. Beter verdedigd? Goh, dat maakt eigenlijk niet uit hoeveel doelpunten dat je maakt. Het is het team nu dat echt wel van boven staat. Dat we moeten op het eerste zetten. En dat hebben we nu dat gedaan. Er zijn nu 2 goals. Ja, zijn dat 2 goals. Zijn er 4. Ik ben blij dat we vandaag hier 2 punten mee naar huis pakken. Dat is het belangrijkste.